Als je een nieuwe wasmachine hebt gekocht, kunnen wij je oude wasmachine voor je meenemen. Om dit zo vloeiend mogelijk te laten verlopen en ervoor te zorgen dat je huis niet helemaal vies wordt, leg ik je uit hoe je je oude wasmachine het beste loskoppelt en klaarmaakt, zodat wij hem kunnen meenemen. Hiervoor heb je het volgende nodig: je oude wasmachine natuurlijk, een opvangbak en een handdoek. Schakel de wasmachine uit en haal hem van de stroom. Aan de achterkant van de wasmachine volg je de toevoerslang van de wasmachine naar de kraan. Deze draai je dicht en dat is dus met de klok mee. Je kunt nu de toevoerslang loskoppelen, maar let erop dat hier water uitkomt. Afhankelijk van de lengte van de slang tussen de kraan en de wasmachine komt er veel of weinig water uit, vang het dus op met de opvangbak. Haal nu de afvoerslang uit de afvoerleiding en laat deze helemaal leeglopen. Plak hem vervolgens met plakband met de opening omhoog tegen de wasmachine aan. Aan de voorkant onderaan de wasmachine vind je de klep voor de filter. Plaats de handdoek eronder en de opvangbak ervoor voor het opvangen van vrijkomend water. Gebruik het slangetje om het water eruit te laten lopen. Draai dan de filter los en vang het resterende water op. Heeft je wasmachine geen slangetje, dan moet alles via de filter eruit, maar let er wel op dat er ineens heel veel water uit kan komen. Sluit het slangetje weer af, plaats de filter terug en sluit het deksel. Je wasmachine is nu klaar om opgehaald te worden.